Zo, wij zijn bijna klaar om op pad te gaan. Wij gaan op wintersport. Met wel een hele toffe caravan dit jaar. We gaan met de Erika Touring Rockabilly winterkamperen. Buiten met die twee kleurstelling doet me een beetje denken aan de oude Volkswagen T1-bus. Maar ook van binnen is deze caravan een feestje. Als je binnenkomt heb je meteen diezelfde sfeer, diezelfde kleurtinten. Echt wel dat retro gevoel, maar wel helemaal in de tijd van nu. Afgewerkt met super mooie materialen. Heel gaaf. Hey, en als je dan s'avonds in je caravanetje zit, met je biertje of je kopje thee, en het begint buiten te sneeuwen, ja, dat is vakantie. Als ik aan vrienden vertel dat we gaan winterkamperen, zijn er altijd dezelfde vragen die gesteld worden. En die ga ik even met jullie doornemen. Nummer 1. Winterkamperen in een caravan, is dat dan niet super koud? Nee, dat is niet super koud. Er zit gewoon een kacheltje in. De temperatuur was gewoon echt wel heel oké te krijgen. En we hebben niet zo heel veel energie verbruikt. We hebben op de hele week nog geen gasfles leeggestookt. Het is echt heel lekker warm, behagelijk en super knus eigenlijk. Vraag 2 die ik heel vaak krijg is, hoe ga je dan douchen? In een douchebouw misschien? Jongens, het is natuurlijk wel kamperen hè. In de campingwinkel ga je broodjes halen en onderweg kom je een douchebouw tegen. Ga lekker douchen, even lekker ontbijten samen en dan de piste op. Vraag 3. Hoe kom je dan bij de piste vanuit de camping? Dat is natuurlijk afhankelijk van welk gebied dat je zit. Op de camping waar wij zaten, camping Brieksen in Tirol. Je eigenlijk 3 mogelijkheden. Op de camping hebben ze een piste, daar kun je op een liftje stappen. Vanuit daar kun je zo naar de gondel skiën. Daar rijd ik heel regelmatig een skibus. Je stapt gewoon met je spullen in de skibus en je wordt bij de gondel afgeleverd. Of je kunt natuurlijk gewoon in de auto stappen en naar de gondel rijden. Mocht jullie nog meer vragen hebben, laat het me weten. Ik ben inmiddels redelijk ervaren met het winterkamperen. En als jullie ook enthousiast zijn, laat het me ook weten. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.